Zwolle heeft iets heel bijzonders. Een project, een andere aanpak om jongeren van de straat te houden. Maken ze namelijk zelf politie. Nou, welkom Fernando. Jij bent een politiekid, zoals dat zo mooi heet. Ja. Wat zou je anders doen op straat dan? Rottigheid uithalen? Nee, toch? Nee. Gelukkig maar. Ik zou me denk ik dan wel anders gaan gedragen dan dat ik nu zou doen. Wat heb je dan geleerd? Ja, dat je respect moet hebben voor elkaar en hoe je met elkaar moet omgaan. Zo, dat zijn nog eens brave woorden, Danny. Ja, heb jij ze dat allemaal aangeleerd? Nou, dat ben ik niet alleen. Nee. Wel een van de grondleggers van Politiekids. Ja. Project wat in Amsterdam verzonnen is. Alleen daar echt bedoeld was van, politie gaat één keer in de maand met kinderen de straat op om te werken aan een bepaald probleem. Toen we hoorden dat het project draaide, hebben we gemeend om dat naar Zwolle te halen. Dat heb ik samen gedaan met Traves Welzijn. Ja, en wat maakte dat jij zo enthousiast was dan? Over dat, ja, je Amsterdam werkt... is natuurlijk geen Zwolle, hè? Zwolle is geen nee, Amsterdam. Maar... Nee, de grote meerwaarde zit erin is dat je met kinderen aan het werk bent. Kinderen die qua leeftijd nog dingen willen leren, nog een beetje onbevangen zijn. Kinderen zijn de toekomst. Dat was volgens mij letterlijk de slogan van politie Amsterdam. Maar ook met het idee om jeugdcriminaliteit aan te pakken, om ze van de straat te houden? Of ja, dat een ik beetje vind te... hem alleen altijd heel zwaar klinken, ja. Want dat is één van de doelen. Ik zie in Fernando, ik zie in jou nou niet echt je moest eens weten. Op straat. Je moest eens weten. Valt wel mee, toch? Ja. Ja, precies. Nee, we hebben in Holtebroek, de wijk waar we over praten, daar hebben we wel een veiligheidsopgave. Er zijn hele ernstige delicten zijn dat gepleegd. Ja. Dus mede gebeurd door jeugd, jongvolwassenen. En toen ik daar als wijkagent kwam een paar jaar geleden, merkte ik gewoon heel erg dat er een soort straatcultuur heerste. Mm-hmm. En die straatcultuur dat vertaalde zich naar van joh, de politie is je vijand en we praten niet met de politie, dat soort uitspraken. Dus jeugd zette zich af tegen politie? Ja, 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 maar eigenlijk was het een beetje gemeengoed van die wijk. Ja, ja. Eigenlijk dacht iedereen zo. En nou goed, ik heb net al gezegd dat we het met de jeugd willen doen. Dat de jeugd nog wil leren. De jeugd vindt de politie nog wel stoer. Dus waarom niet op die leeftijd beginnen om onszelf te laten zien als de vriend? Ja, goede aanpak. We komen je helpen als je ons nodig hebt. En we zijn die vijand niet. Natuurlijk moeten we af en toe bekeuringen schrijven. Maar dat hoort wel zo. Als we je nou vragen, wat wil je laten worden? Wat zeg je dan? Ik zou politie zeggen of ik zou... Tandarts of dokter zeggen. Tandarts of dokter of politie. Dat is een mooi rijtje. En nu heb je al helemaal zo'n hesje aan. Ja. Want je hebt ook al echt trainingen gehad, hè? Wat zijn dan de dingen die je leert? Nou, respect hebben. Mm-hmm. En dat je samenwerkt. Samenwerkt. Nou, we hebben een paar foto's van jullie. Hoe jij trainingen krijgt en hoe andere politiekids trainingen hebben gekregen. We kunnen misschien even naar kijken. Wat leer je hier bijvoorbeeld? Wat zijn we hier aan het doen? Ja, hier zijn we aan het trainen met de ME. Wat is de ME? Ja, dat is een politie die mensen weghoudt. En... Ja, een hele grote, zware politie inderdaad. Ja. Hè? Ja, en dan leer je dus echt hoe je daartegen moet vechten. Wat is dit? Wat zien we? Ja, hier zijn we bezig met de laserkun. Wauw! Ja, dat is een soort pistool, maar niet echt een pistool waarmee je kan schieten. Wat kan je er dan wel mee doen? Je kan auto's flitsen, hard te rijden. Oh, oké. Okay. Dat is wel tof om te mogen gebruiken, denk ik, een keertje, of niet? Ja, het is wel leuk. En dit lijkt me helemaal tof. Op de motor. Ja. Mocht je dan achterop? Nee, we hebben niet met de motor gereden. Oh, oké. Okay. Gewoon er even bijgestaan. Ja. 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 Het werkt dus wel echt goed, hè, Hans? Klinkt als een prima project, toch? Ja, het is een hartstikke mooi project. Wij zaten zo straks in het voorgesprek al even met elkaar te praten. Ja. Weet je, ik denk dat ik in mijn jeugd het niet waagde om rare dingen tegen de politie te zeggen. Integendeel, voor de politie had je respect. Dus ik vind het een heel erg mooi project. Is dat een beetje veranderd inderdaad, in de jaren? Ja, absoluut. En is dat overal zo in Zwolle? Of is dat eigenlijk echt wat je net ook aangeeft? We hebben het project naar Zwolle gehaald... Naar mijn wijk, waar ik wijkagent ben. Maar we merken gewoon dat we zoveel doelen halen. En dat het een zo mooi middel is, laat maar zeggen, om naar de toekomst toe te werken. Dat andere steden, andere wijken in Zwolle ook over zijn gegaan. Dus Stadshagen bijvoorbeeld is een wijk in Zwolle die draait al. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld ook steden als Lelystad, Groningen, Meppel hoorde ik net... Die helpen we op weg om daar ook het project op de Zwolse methode weg te zetten.
Ja. En hoe komen jullie daarbij? Want is het dan via de klas gegaan of ben jij geselecteerd als politiekid? Nee, ik zag het gewoon via Maxi Actie. Maxi Actie, wat is dat? Of Actie Maxi, ik weet maakt niet uit, andersom kan ook. Dus je kwam ergens, zag je het misschien op internet of zo en toen heb je jezelf aangemeld? Nee, in een folder. En toen dacht ik van, lijkt me wel leuk. En toen probeerde ik het en toen ik vond het echt geweldig. Toen kwam je erbij? Ja. Dus je zit nu eigenlijk en op voetbal en bij de politie? Ja. En wat vinden klasgenoten ervan? Ze vinden het wel leuk en anderen doen het ook voor mijn klas. Dus is het ook zo dat andere kinderen die niet meedoen nu ook meer respect hebben voor de politie doordat jij daarbij zit? Niet alleen omdat ik erbij zit, maar omdat sommigen zelf er ook bij zitten. Oh, oké. Okay. Dus het werkt wel echt een beetje als een olievlek. Ja, ja. Absoluut. Zomaar we mooi hebben 130 opgeleide kinderen. Want Fernando is een senior politiekid, zoals we dat noemen. Kijk. En met die seniors proberen we ook de doorstap te maken naar de Politiekids Academie. Waar je nu ook op zit, toch? Dat wordt carrière maken. Ja. Goed, en er zijn dus allemaal foto's van gemaakt. Die zijn ook te zien in het hoofdbureau van de politie in jullie wijk, toch? Ja. Ja, in het hoofdbureau van Zwolle. Oké. Ja, we hadden onze vaste fotograaf. Ik geloof ik iets van 5000 foto's gemaakt. Heel veel in ieder geval. Daar moesten we een selectie in maken, maar dat is goed gelukt, hè? Ja. Een paar mooie foto's in het politiebureau terecht. En voor iedereen die dat wil zien, is het gratis toegankelijk tot 30 september. Ja. De foto-expositie. Gaat dat zien. En veel succes. Ik hoop voor jou dat jij politieagent wordt. Ja. Of dokter. Of tandarts. Kan natuurlijk ook. Dank dat jullie er waren.